Hallo kinderen, in dit filmpje laat ik zien hoe je sommen over de 10 maakt. Het gaat om plus- en om minsommen en we gebruiken een getallenlijn om ze uit te rekenen. De eerste som is een erbijsom, oftewel een plussom. De som is bijvoorbeeld 7 erbij 5. 7 erbij 5 is 3. Dan komt hier de getallenlijn. En ik begin bij 7. Dan reken ik naar de 10 toe. 7 erbij 3 is 10. Dan heb ik van die 5 3 gebruikt. En er zijn nog 2 over, want dit is samen 5. 7 erbij 3 is 10. Erbij 2 is 12. Dus 7 erbij 5 is 12. De volgende erbijsom. 5 erbij 9. 5 erbij 9 is 5. Eerst naar de 10 toe. 5 erbij 5 is 10. Dan heb ik er al 5 gebruikt van de 9. Ik heb er nog 4 over. 10 erbij 4 is 14. Dus 5 erbij 9 is 14. Nu erfsom. De som is bijvoorbeeld 14 eraf 8. 14 eraf 8. Weer de getallenlijn. Nu begin ik rechts. Het grote getal zet ik hier rechts, dat is 14. Er moeten er 8 vanaf. Eerst naar de 10 toe. 14 eraf 4 is 10. Ik heb er al 4 afgehaald. Ik heb er ook nog 4 over. 10 eraf 4 is 6. Dus 14 eraf 8 is 6. Nog zo eentje. De som is 15 eraf 7. 15 eraf 7. De getallenlijn. Rechts schrijf ik 15, want daar gaan we iets van afhalen. Eerst halen we er 5 van af, want dan zijn we bij de 10. 15 eraf 5 is 10. Daar heb ik er al 5 van afgehaald. Ik moet er nog 2 afhalen, want dit is samen 7. 10 eraf 2 is 8. Dus 15 eraf 7 is 8. Dat is de manier waarop je over de 10 heen gaat met behulp van een getallenlijn.